daar komt ie. Ja. Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vakantievideo van Mr. Stevia. Wij zijn sinds deze week in het mooie Curaçao. In Curaçao hebben we een villa met het zwembad helemaal voor ons alleen. Nou, wat willen mensen nog meer? Ik weet echt niks beters dan dit. Ja, ik weet wel iets beters. Deze leuke vakantievlogs natuurlijk. De vakantievlog van vandaag zal heel erg leuk zijn. We gaan namelijk op roadtrip met de eigen gehuurde auto. We gaan lekker het eiland Curaçao verkennen. Ik weet al een aantal dingen die we gaan doen, waarvan ik zeker weet dat jullie het ook leuk vinden om te zien. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier met deze video! Yes! Ja! Ze hebben zelfs Coca-Cola in Curaçao! Nou, we zijn bij de eerste uitstapje van de vakantie, waarin ik jullie meeneem op tour. We zijn bij de Ostrich Farm. We gaan zo meteen met de jeep lekker door de omgeving en dan ik ben een beetje aan het lachen, want mijn ouders doen een beetje grappig met de papegaai. maar goed, wij gaan dus zo meteen met een jeep op stap, lekker door de omgeving. We gaan straks ook struisvogels voeren. En ja, het wordt een leuk dagje. Ik zal even filmen waarom ik daar net aan het lachen. Hallo. Is hij lief? Hallo. Nee. Hallo. 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 Nee. Hij is nee? Lief, hè? Nee. Ga je mijn video liken? Kiekeboe. Oh. Kiekeboe. Ga je mijn video liken, meneer de papegaai? Nee. Nee. Nou, de papegaai die doet ook niks, zegt overal nee op. Nou ja, goed. Jullie gaan wel mijn video liken en ja, wij gaan dus lekker op safari. Veel kijkplezier. Hey, een kippetje. We zitten eindelijk in de safaribus en ik neem jullie mee op safari. Momenteel hebben we twee soorten struisvogels op deze farm. Aan deze kant zie je de Afrikaanse struisvogel. De zwarte is de man en die grijze daar in die hoek is de vrouw. Aan de andere kant zien we een paar kleinere. Deze zijn de emus van Australië. De emus die zijn kleiner. Ze hebben drie tenen als een poten. Deze zijn groter. Je verwacht vier, vijf tenen. Ze hebben alleen maar twee. De emus die leggen groene eieren. Donkergroen, de kleur van de avocado. Deze leggen witte. Ja, maar die ei daar, hier voor mij, dat is een neppe. De eieren daarachter, dat zijn echte eieren. De emus hebben die puntige snavel en de struisvogels die ronde. Als die bek open doet, bijten hebben geen tanden. Maar mensen blijven me vragen, bijten ze? Als je geen tanden hebt, sorry, je bijt niet. Ja, de vraag moet zijn, hoe verdedigen ze zichzelf? Bijten kunnen zeer hard schoppen. Okay. Mensen zeggen, spugen ze? Lama's doen dat.
Ja, ze pikken ook niet, ze schoppen. Je moet begrijpen, ze zijn vogels die niet kunnen vliegen, maar hard kunnen rennen. Deze kunnen 50 km per uur rennen, deze kunnen 80. Zo. Dus als ze zo hard kunnen rennen, dan verwacht je ook dat ze hard kunnen trappen. Ja? Ze hebben een collega van ons geschopt, hij deed zo, hij krijgt een trap hier. Deze bot in 2 stukjes kapot geslaan, 4 maanden met gips. En daarna wou hij niet meer hier werken met ons. Ik weet het niet waarom. Maar die zwarte opzitten, stopten ze met paren tot het volgende jaar weer. Mensen vragen mij, de Mars zit op jij? Ja, de Mars. Kijk, in Afrika, in het wild, de temperatuur buiten is 37 graden. Dat is de lichaamstemperatuur. Dus in Afrika gedurende de dag, het is zo warm dat papa en mama niet op de eieren hoeven te gaan liggen. Als het dat doet, dan wordt het 38, 39, niet goed voor je baby. Ja? Maar s'avonds in Afrika is het ijskoud. Een van die nette eieren, die dat zie je die nette eieren weer. Ja? En kijk, deze man heeft 2 vriendinnen, deze man heeft 1 vriendin. En zo begon het gerucht, ze doen ze kop in het zand, ze doen dat niet, ze luisteren. Luisteren. Ja? Kijk die man daar, hij mist een paar veren aan zijn rug. Die vrouw is slim geworden, ze trekt niet meer bij haarzelf, dan gaat hij bij die man trekken. Met mensen, vrouwen zijn allang slim. Als je 2-3 vrouwen hebt, word je ook kaal geplukt. Ja, ja, ja. Ja? En dan met eentje zelf. Hallo. Is dat een wereld voor jou hier? Ja. Dit was niet zo op de straat zaken. Ja. Ja. Ze kunnen samen wonen, maar ze kunnen niet met elkaar paren. Ja? Als ze kleiner zijn dan 3 maanden, behouden ze in die rijtjes daarvoor. Zoals ik zei, dit jaar hebben we geen baby's gekregen. Wat doen wij dan? We rennen hier, we zetten die baby's onder die dak. S'avonds onder die dak met een paar warmtelichten. Mensen vragen me, hoe doen ze dat in Afrika? Geen dak, geen elektriciteit, niks. Papa. Open dat ze bleuken, geef ze de tijd en de warmte die ze nodig hebben. Maar die papa kan niet voor 40 baby's verzorgen. Dat is de reden dat 50% van die eieren is niet bevrucht. Spannend? Ja. Leuk toch? Hoe ben je nou, hè? Blijf staan, man. Ik heb nee. Oh, hij is al op. Hij is al leeg. Ja, ik ken het. Nog heel klein beetje. Ja, komt hij nog een keer, hoop ik voor je. Platte hand, hè? Platte hand, hè? Mag wat dichterbij gaan staan, dan komt hij. Prehistorische dieren. 65 miljoen jaar overleven ze. Zo, we hebben 2. Ze zijn Nijlkrokodillen van de gebied Nijl van Egypte. Ze zijn 21 jaar oud, bijna 3 meter lang. Als je een grotere bak maakt, kunnen ze 2 keer zo groot worden.
vergroeien met hun omgeving. Houd toch. Ja. Huh? Huh? Hallo. Meneer Nielsen. Meneer Gerrit. Hey. Die gaan spelen met anderen. En daar hebben we het plaatsje waar films en Curaçao's gemaakt worden. Het is een beetje richting de avond en we zijn hier bij een gebied en daar zijn flamingo's. Ik ga eens kijken of ik nog wat dichterbij kan komen. En het is echt mooi, heerlijk zo, met de koele wind. Zoals je ziet, het is hier donker geworden in Curaçao. Dat betekent weer het einde van deze dag. En het einde van deze dag betekent ook het einde van deze vlog. Vonden jullie de video nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn videokanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later.